Zo, het ruikt een stront hier. Ja, maar er ligt voor 100 jaar stront. We rijden door Bernkastel. Een drukte van je welste, kan je wel zeggen. Ja. Wandelstokken, van alles en nog wat. Rollators. Ja. Ja, we staan niet optimaal. Ik moest even gas geven om het heuveltje op te gaan. Als we zo morgen zo wegrijden, dan moeten we gelijk de gang erin houden. Dat is best niet te doen. Ik denk niet dat de campingbaas er echt blij mee is. Ja. Oh, hij stoot zijn kop. Oh nee joh, geen scheuten. Nee. Deze fontein is gebouwd ter ere van Kein Drinkwasser. Ja, je was een belangrijk persoon. Heel belangrijk persoon. Ja, in het dorp. Uit de middeleeuwen. Oh, dat is wel goed dat hij herdacht wordt, hè? Ja, ja. We komen er weer aan. Ben klaar voor de avontuur. Op wielen of op water. Achter de roer of stuur. Wat komt er op ons pad? Wat gaan we weer beleven? Met camera in de hand. Door stad en land. Soms zit het mee. Soms zit er even tegen, maar we komen er eens voor aan op de volgende bestemming. I'll take you where the sun is always shining. The bite of the apple found in Eden. Oh, 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 man is never sleeping. Welcome to the city. But the girls are pretty and the boys are cool. If you want a lover, you will find plenty. And they do it all, but they don't say I love you. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Kees en ik ben aan de race. Ja, en dat ruimt en dat is hartstikke leuk, maar het is niet leuk. Want ik heb mij wel eens beter gevoeld dan de afgelopen dagen. Het loopt letterlijk uit alle gaten van mijn lichaam. Ik zal je de details besparen. De wc is mijn grootste vriend. Koppijn, spierpijn. Snotneus, je kent het wel. Dus ik heb de afgelopen dagen een beetje als een kluizenaar geleefd hier op de VB002. En de uitdagendste activiteit die ik heb gedaan is de sfeerverlichting aan mijn reling gehangen van de VB002. Dat zorgt toch voor een beetje sfeer, hè? Zo voor de donkere dagen voor kerst. Heel veel mensen die doen dat hier in de haven. Ik zit hier lekker met een kopje thee, waar ik straks nog wat honing in ga doen. Ja, het is niet anders. Er zijn heel veel mensen die er last van hebben. Dus ik heb nog wel wat de vlog gemonteerd natuurlijk, maar verder. Je moet je gewoon een beetje koest houden, hè? Het is wat het is. Nou, over wat vrolijkheid gesproken. Er komt weer een leuk vlogje aan. Je kan gaan kijken naar het vervolg van het camperavontuur. Het is natuurlijk een tijdje geleden, hè, dat we daar waren. Maar trouwens, in januari, februari gaan we natuurlijk weer opnieuw op pad. Richting Spanje. Nou, dat wordt ook weer wat. Maar we hebben nog wat leuks op de plank liggen. Wij waren daar in het seizoen dat de druiven geoogst werden. We zaten natuurlijk midden in het moezelgebied. En we vielen met onze neus in de druiven. Nou, dat is heel interessant om te zien. We staan op een camperplaats in Graag. Zoiets. En lopen via een prachtige wandelroute zo richting Bernkastel. Nou, daar kan je nu naar gaan kijken. Dan neem ik nog even, hoe ga ik dat doen met links? Even een slok. Misschien moet ik dat gewoon niet doen. Van mijn thee. Veel plezier met kijken. Tot zometeen. We zijn een beetje verdwaald in het hele gebied. Overal fruitbomen, wijngaarden, hele smalle landweggetjes. Toch denk ik dat we daar weer moeten bouwen. Dan naar links. Er stond geen bakje mee. Kijk uit Friesteen, hè? Ja, die is 20 meter weg. Dat is niet aardig voor mij, hè? Superleuk hier, appelbomen. Alles is groen hier. 5 kilometer doorrijden. Toch denk ik dat we hier naar beneden kunnen, maar ik weet niet of hier ooit veel campers geweest zijn. Hallo. Is hier de historische veldbaan? Morgen. Goedemorgen. Waar wil je heen? Historische veldbaan. Ah, die moeten naar die Squarestraat omhoog. Ja, omhoog. En dan krijg je over links. Oh, daar links? Ja. Oh, dat is heel klein. Ja, die is klein. Ja, die... Ja. Oké, dank je. Maar is daar. Daar hebben we gezien. Ja, hebben we gezien. Dank je. Session, dank je. Nou, we zijn op zoek naar een historische treinbaantje. Ja. Daar stonden borden en we dachten, nou, dan gaan we eens even kijken, maar we waren een beetje de weg kwijt. Maar we moeten toch terug, daar waar we vandaan komen. Ja. Toch? Ja.
Moet ik even kijken in plaats van filmen? Nee. Of gaat dat goed? Nee, gaat goed. Ze hebben onze weg gewezen en dan zou ik ze voor de zou ik ze aanrijden. Ja, ik voor de wandelsokken rijden. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat zou heel onaardig zijn. Volgens mij gaat het goed. Ja joh, in mijn gradenhuis. Ja. Je hebt één geluk, er rijdt hier niet. Nee. Het zijn alleen maar appels en peren en druiven. Kijk, daar heb je steen meer. Ja. Dat ziet er toch uitnodigend uit. Als je groeit. Ja. Ik kan hier even oprijden. Tuurlijk kan je erop rijden. Als er een treintje op kan, dan kan jij er met de VB0 op. Ja, ook op. Dat is toch hartstikke leuk dit. Ja. Zie je dat? Ja. En dan kun je nog appeltje meenemen. Oh, hier links zie je hem staan. We gaan gewoon eens even kijken. Wel jammer dat het nu in één keer begint te regenen. Maar dat gaven ze op voor vandaag. We hebben even al geluk gehad. Ja, dat is een heel smal spoorbaantje. Met erop karretjes. En daar gingen dan, denk ik, in het verleden de druiven in. Tegenwoordig doen ze met andere gereedschap, zoals je net zag. Oh, het begint nu in één keer heel hard te regenen, dus ik film het even heel snel. Maar je ziet hier overal van die spoorbaantjes liggen. Heel smal, met daarop die karretjes. Ja, dat werd natuurlijk gewoon gebruikt voor de druivenoogst. Ik vind het wel heel grappig om te zien zo. En hier staan karretjes opgesteld met daarop bankjes. Nou, misschien is dat voor de arbeiders dan, voor de druivenplukkers. Ik vul het zelf maar even in, want ik weet niet precies hoe het zit. Ik zie ook geen informatie hier. Nou, misschien dat jij weet hoe dat zit. Laat het even weten in een reactie onder deze video. Nou, vond het wel leuk om even te zien, pa. Wel leuk om even te zien. Ja. Maar het regent wel. Ja, daarom. Ja. Kom maar binnen. Ik afgevinkt. Ja. Let's go. We gaan weer verder. Nou, het is wel leuk. Die railsjes, die zie je overal heen lopen. Ja. Kijk, hier gaat hij naar links. Ja. Waarschijnlijk ook weer naar een wijngaard. En dan, zo, dus eventjes even trekken. En je ziet dus ook overal van die waarschuwingsdingen dat er een railsje over de weg gaat. Hier dus ook. Zo, het ruikt een stront hier. Ja, maar er ligt voor 100 jaar stront. Ja, ik dacht dat Chico uit zijn luier gescheurd was. Nee, jij bent er niet, hè, Chico. Nee. Nou, wel de lucht, zeg. Nou, hè. Nou, we rijden dwars door echt boerengebied heen. Wijnboerengebied, maar ook veegebied. Ja, fruit. Fruit. Maar het is wel grappig. Saberen staat heel erg bekend om zijn wijn. Nu hebben we gezien hoe ze het oosten. Ik denk niet dat hier veel campers rijden. Het is hier prachtig. We rijden nu parallel langs de moezel. Dus dit is moezelen, pa. Ja, ja, ja. Het werkwoord moezelen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je langs deze prachtige weg die langs de moezel loopt. Volgens mij aan de andere kant ook. Hè? Ja, soms steek je een brug open en dan ga je weer verder. Uiteindelijk kom je via Castel Kolchem. Kom je uiteindelijk in Koblenz. Ja, dat is het einde van... Ja. En het begint in Trier. Ja. Ja, maar... Wij doen niet de hele route. Nee. De romantische Wijnstrasse, zag ik. Ja, ja. Heel romantisch. Nou, het is weer heel romantisch, hè. Maar het is heel mooi. Links en rechts van ons overal wijngaarden. Wij zijn nu aan het rijden in de richting van Bernkastel. Maar we zijn eigenlijk onderweg naar een ander plaatsje, toch? Ja, naar de Kraag, aan de Moezel. Je hebt hier dus heel veel camperplaatsen. Ja, dat is wat een plaag. Nee, echt. Als je kijkt, dan zie je camperen. Met daarin mensen die vaak een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ja. Ja, ik snap het ook wel. Het is hier overal rustig, gemütlich. Ja. En prachtig. En niet al te ver van Nederland, zo natuurlijk. Nee, overzichtelijk. Overzichtelijk, maar vond het ook altijd heel fijn om hier naartoe te gaan. Ja. Maar het is wel prachtig. Ik zie hier weer een binnenvaartschip naast ons komen.
door Bernkastel. Een drukte van je welste, kan je wel zeggen. Ja. Wandelstokken, van alles en nog wat. Rollators. Ja. Maar goed, ik wens hem ook een mooie vakantie. Ja, daar gaat het in een mooie omgeving. Kijk, maar het is een heel toeristisch dorpje dit. Het is toch een dorpje, neem ik aan. Of nee, een stadje. Stadje. Ja. Nou, dan gaan we morgen nog wel eens even kijken in Bernkastel, want dat moeten wij ook afgevinkt hebben. Ja. Gespot hier. Twee zelfs aan het water. Drie. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Al ziet het weer er niet aantrekkelijk uit. Het begint nu te regenen, maar onze hoop is op morgen. Kijk, dit vind ik dan weer leuk. Dit vind ik leuk. Deze. Ja. Ja. En voor de rest is alles wit. Alle campers zijn wit. Rijen met campers links en rechts. Het is ongelooflijk. Gaat goed. Gewoon één opdracht, niet te ver rijden, want anders dan gaan we, is het werkwoord moezelen wel heel letterlijk genomen natuurlijk. Ja. Zo, Chico. Hey, Chico, we zijn er weer. Die zet eventjes de blokken onder de voorbandjes, want we staan zo schuin, we kukkelen bijna de moezel in. Hou jij het allemaal in de gaten, Trix? Zie of dat het goed gaat. Oh, slippen. Nou, wist jij dat we op het Sunpark staan? Ja. Nou, vandaag even niet. Geen zon. Nee, vandaag doen ze niet open. En daar, we staan in er in een gat ook hier. Ja, we staan niet optimaal. Ik moest even gas geven om het heuveltje op te gaan. Ja. Maar het is een beetje smerig. Ja, als we zo morgen zo wegrijden, dan moeten we gelijk de gang erin houden. Hè? Anders blijf je in een gat zitten. Blijf in die kuil. Ja, dat moeten we niet hebben. Het is hier wel leuk, maar we moeten ook wel weer weg op een gegeven moment. Ik weet niet of we hier wat stroom hebben. Volgens mij wel. Heel veel stroom heb je daar in de moezel. Oh nee, dat valt eigenlijk wel tegen, hè? Stroming in de moezel. Oh, hier. Nee, je hebt stroom. Want je hebt hier heel veel sluizen. Ja, nee, dat gaan we mee. Maar we hebben wel 220, Kees. Nou, maar dan moet je dat geld ervoor, geloof ik. Ja, niets voor niets, hè? Maar kijk eens, wat een campers. Okay. Ongelooflijk. Dit gaat niet genomen. Rijen. Dit gaat. Dit. Oh ja, nou, dat is misschien wel veel beter. Die een broodje willen kopen. Wel bijzonder, alleen 8 uur is wel aan de vroege kant. Maar ja, doe je het niet, heb je geen brood. Maar goed, iedereen is op die manier wel redelijk vroeg wakker hier op de camperplaats. Jongen, jongen,
Liggen jullie nog op bed? Nee joh. Ik heb een triootje. Ja, maar ja, ach jeetje. Zo. Lekker is dat. Ja, dat doen ze 's morgens altijd. Ja, maar normaal komen ze even bij mij. Oh, je hebt lekker brood gehaald. Maar wat denk je van het Chico? Kom je bij mij? Nee zeker. De man die morgens het brood had. Zo, maar ja, stond een hele rij daar of niet? Ja, een hele rij op slippers en gauw aangekleed om broodjes te halen. Oh. Ja, maar ze hebben daar veel meer dingen in. Ze hebben een winkeltje chips en van alles bij er hoor. Het is een soort SUV-wagen. Zoiets. Nou, gezellig. Maar dan komen jullie nog bij mij, of niet? Ik ga er niet meer aankleden. Chico, ga eens lopen? Ja. Oh, hij stoot zijn kop. Oh nee joh, geen scheuten met... Nee. Nee. Kom maar hoor, ja, kom maar. Als Chico Buk laat niet scheuten... Nee, als je het waagt, jongen. Kom, morgens is het altijd even feest hier, maar... Nee? Ja, zo ruim is het ook alles niet. Nee. Je moet het maar weer doen. Wat ben je nou van plan? Is dat mis... Als je een scheut laat, jongen, doe je dat. Nee, oh, hij staat er klaar voor. Nee. Goed zo. Nou, Trixie, jij ook nog even opstarten? Moet ik even in staat draaien? Ja, dan kan je de dag weer beginnen. Ja, nou, ze hebben geen zin in. Die wilde niet uit. Ze hebben geen zin in. Die blijft gewoon. Ja. Nou, dan blijven wij nog maar even liggen. Dat is dan twee koffie. Ja. En een broodje smeren ook zeker voor je? Ook wat. Ja, broodje. Ja. En iets voor de honden? Ja. Jij lust ook wel worst, hè? Goeie hondenworst. Ja, dat is jouw worst zeker, hè? Hondenworst. Heb je dat zin in? Worst. Geen worst. Ja, wel worst. Het was wel druk hier, die weg hier. Die weg hier, ja, achter. Ja, je bent maar al wakker, want je wijst de verkeerde kant op. Oh, is dat die kant op? Ja, dat is die kant nou, op. Nou, dat is het wel, dat je... Trek ze niet aan. Dat als je iedere dag ergens anders staat, dat je soms geen idee waar je staat. Nee. En welke kant je op staat. Ja, dus nou, ik wees nu net de verkeerde kant op, maar daar is een hele, daar is een hele drukke weg. Nee, daar is het water. Dat is de Moezel. En het fietspad. Ja, klopt. Daar en daarachter is de weg. Het resoneert in het geluid. Ja, en achter je hoofd daar, dat is richting Bernkastel. En jij bent Theo. Ja, en ik ben Theo. Dit is Trixie. Trixie die vindt het allemaal prima. We hebben een hele administratie. Nee, maar dat, het is wel een rumoerig plekje. Ja, dat wel, ja. Ze rijden echt de vouw uit je broek. Ja. En de honden die hebben ook eigenlijk niet zo leuk, die hebben de tuin bewerkt hier, gisteren. Ja, ja, ik zou hem rood. Schaam was een beetje. Trixie die houdt van graven en Chico die denkt, nou dan ga ik lekker meedoen. Laat het ons even zien, dan maak je nog even een special report ervan. Oh ja, dat zal ik eventjes doen. Ja, laat je de brood even bij mij. Ja. Op zich staan we hier best wel mooi even. Een leuk plekje. Een paar bomen ervoor, maar goed, die moet zo eens goed te zien. En er lopen al volop mensen weer. En er komt een boot voorbij, die maakt minder herrische auto's erachter. Meestal zijn het Nederlandse schepen, maar toevallig nu even niet. Of het is een Nederlander die zijn vlag verkeerd opgehangen heeft, dat zou kunnen. Maar, een ander geval is, dat gisteren hadden wij die honden aan de lijn gezet. Maar die denken we eigenlijk, joh, wat moeten we nou gaan doen hier? En die zijn hier aan het graven gegaan. En dat heb ik wel weer een beetje dichtgegooid. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Dan weet hij, dat doet Trixie altijd. En dan gaat Chico meedoen. Hier, daar een gat. En daar een gat. Ik heb het al een beetje dichtgegooid, maar als hij me erin stapt natuurlijk. Dus dat was niet de bedoeling. Ik denk niet dat de campingbaas er echt blij mee is. Maar goed, die hoop. Die hoeft het niet te zien, maar ik had een schop mee moeten nemen. Ik had zo'n pionierschop, die had ik mee moeten nemen. Kijk, Kees.
die dingen. Zo. Die zijn niet tot ontwikkeling gekomen. Daar komt weinig sap meer vanaf, denk ik. Goh. Gewoon uit. Helemaal uitgedroogd. Ken je dat nou? Nou ja, het is natuurlijk een hele warme zomer geweest. Ja, maar druiven die hebben niet veel vocht nodig, hoor. Nee. Heel weinig. We hebben besloten lekker te gaan wandelen. Ja. Het is denk ik een kilometertje of 10 vandaag. Maar we lopen hier prachtig. Eigenlijk dwars door de wijngaarden. We lopen ook in de Wijngardenstrasse. Met mooi uitzicht hier op de Moezel. Ja. En op de Moezeldruiven. Ja. Het is een bijzonder gebied, vind ik. Met ja. Overal, eigenlijk naar het dal toe, die wijngaarden. Maar voor jou liggen veel herinneringen hier in dit gebied. Jullie kwamen hier graag. Ja. Nou, nu lopen wij er. Chico zit hier alleen maar te schijten. Chico. Hey. Nou ja, die druiven zijn toch niet meer te redden. Nee. Ja, misschien is dat wat extra voeding. Ja, nou. Wat heb jij hem gegeven, joh? Niets. Nou, jij geeft me altijd stiekem chippies. Maar dan... een paar chippies. Nou, Chico, wij gaan vast door. Hé, hey, later. Maar wij zijn dus onderweg naar Bernkastel. Dat klinkt erg goed. Ja. Nou, wij zijn dus onderweg naar Bernkastel. Dat is wel een van de highlights van naast Kochem, denk ik, hè, waar we morgen naartoe gaan. Ja. Van, ja, van de Moezel. Kochem, de Buitstein. Vele toeristen gaan daar naartoe. Zo ook wij vandaag. Maar alleen deze wandeling is al superleuk. En ze zijn heel druk aan het oogsten, want je ziet overal vrachtwagentjes. En mensen aan het werk hier tussen die... Hoe noem je dit eigenlijk? Druiven, ja, lanen. Zo'n soort lanen van... nou, zo, hier lanen. Is alles op de grond, zie je dat? Gewoon een weertje. Nee, maar hier. Hier ja. Hebben we druivenpulp. Gadverdamme, het stinkt. Het ruikt een beetje of dat je ja, de dag erna na een heftig feestje wakker wordt, hè? Bij bier heb je de borstel, weet je wel, wat van bier overblijft. Dat, ja. Borstel, en dat is dit ook. Maar dat zal wel geen borstel eten, hè? Nee. En dan voeren we thuis aan de koeien. Ja, maar die worden daar hartstikke dronken van je? Ja, nee, maar koeien... Oh nee, dat is pas na de fermentatie. Nee, nee maar die koeien die, ze kwamen heel vrecht hun borst opbrengen bij mijn vader vroeger. Huh? En dat werd aan de koeien gevoerd. Kijk, er ligt ook weer zo'n hoop. Ik herken dat weer, die borst die bij mijn vader vroeger gebracht werd. Zeg maar 50 jaar terug, 60. Daar zit dezelfde lucht aan als in dit. Daarboven, waar die druiven te oogsten zijn, zie je mensen lopen en hoor je praten, ja. Mannen en vrouwen stemmen. We zijn heel stel gasten natuurlijk aan het werk als ze echt moeten plukken. Ja. Kijk, dat doen ze niet machinaal. Ik heb begrepen dat hier bijna niet kan, omdat de hellingen zo steil zijn dat het met de hand moet gebeuren. Wel zo romantisch natuurlijk. Dit zou hieronder wel kunnen, maar daarboven zeker niet. Daarboven kan het niet. Nee. Het gebeurt wel heel veel, dat hebben jullie al eerder gezien in de vlogs. En dat is natuurlijk, ja... Volgens mij is het toch een beetje een slobberwijntje. Hè? De meeste Duitse wijn... bedoel ik niet verkeerd, maar... Het is wel een beetje een wat goedkoper geproduceerd wijntje. Ja. Dus dan wordt dat ook machinaal gedaan. Anders kan dat ook niet. Want ligt hier voor 3 euro ligt er een wijntje in de schappen. Dorfvelder. Ja. 3 euro. Toch wel erg leuk om dit panoramapad te volgen. Want je ziet in de verte al Bernkastel liggen. En ook de ruïne daar op de heuvel... Maar ja, je wandelt zo langs al die wijngaarden met de percelen van verschillende wijnhuizen. Nou, dat staat allemaal aangegeven met bordjes van wie wat is. Zo. Ja, dat zit hier prima. Wijnen. Als je op een bankje gezeten, dan zit je met je rugtas. Die rugtas heb ik voor 10 gehad. Ja, het is, ik zei ook, het is waarschijnlijk een giveaway geweest. Het is een rugzak, ja, nou, moet je zeggen, die krijg je. 10 gehad, nou dat is prima. Dat is voor mij voldoende. Ik loop niet iedere week met een rugzak. Krijg je mij een doosje lollies cadeau waarschijnlijk. Ja, maar jij gaat er denk ik veel meer met een rugzak op zetten. Ja, dat klopt, ja. Ik niet ze moet wat degelijker materiaal zijn. Je bent er ook bij. Ja, Trixie is er ook. Nou, ben je er verbaasd over dat ze nog steeds achter je aanloopt? Nee, vanmorgen was ze weer bijna ontsnapt, hè?
Ja, ik heb ze in de gaten gegraven. Veel te diep. Ja, ik vond ze vanmorgen al zo braaf en zo stil. Ik denk, nou, die vermaken zich. Weet je, de gordijnen zaten dicht, dus ze zagen het niet. En toen in één keer kwamen ze binnen. En die hele snuit onder de grond. Zo diep, hè? Ja. Dat ze achter mollen aan zaten, ik weet het niet. Ze zaten bijna in China. Ja. Maar goed, een laatste stukje richting Bernkastel. Om toch handsfree te kunnen vloggen heb ik Chico vastgemaakt aan mijn riem. Nieuwe ontdekking. En je ziet dat dit een heel toeristisch gebied is, want vanaf hier komen al die riviercruisers weer te liggen vanuit Zwitserland, overal vandaan. Samen te foto, hè? Paar is een selfie aan het nemen met Trixie. Meestal staat Trixie er niet goed op, want als zijn camera ziet, dan draait ze de kopje om. Is gelukt. Ja, nou, Trixie. Ja, maar Trixie kijkt nooit. Als ik nou hier ga staan, dan kijkt Trixie in de foto. Kijk zo. Ja, goed zo. En vanuit de wijngaarden lopen we zo naar een kastel in. Dat is wel leuk. Ja. En aan de andere kant heet het Keus of zo? Keus? Keus. Ja, Bernkastel Keus. En dat is wat moderner, heb ik begrepen. Ja. En ook wat groter. Ja. Dit is echt met heel veel vakwerkhuisjes ook. Deze fontein is gebouwd ter ere van Kein Drinkwasser. Ja, je was een belangrijke persoon. Een heel belangrijke persoon. Jij in het dorp. Uit de middeleeuwen. Oh ja, dat is wel goed dat hij herdacht wordt, hè? Ja, ja, ik heb het gelezen hoor. Tenminste, ja. Kein Drinkwasser heet dit. Kein was zijn voornaam. Drinkwasser een achternaam. Ja, van achteren. Ja. Nou, ik leer toch wat van jou. Ze heet Heinrich de Drinkwasser. Echt. Nee, dat is echt waar. Ja, ik ben toch weer hartstikke trots op jou dat ik als zoon zijnde zoveel van jou mag leren. Ja. Ik steek er echt wat van op en de kijkers ook, hè? Dat zou ik niet weten. Dat zou ik nooit geweten natuurlijk. Nee, dat is een stukje voorkennis. Ja. Ah, hartstikke bedankt. Daar kan ik de dag weer mee verder. Het gaat een geschiedenisboek in. Jullie kunnen er ook weer wat mee. Kein Drinkwasser nooit geweten. Nee. Oh, Kein Drinkwasser. Ja, nou, we hebben weer de grootste lol gehad, zoals je ziet. We hebben ervan genoten. Ik hoop dat jij er ook weer van genoten hebt. We zijn weer terug hier op de VB02 op de Ziekenboeg. Ik ga deze vlog hier afsluiten. Volgende week, woensdag, is er even geen vlog. Nee, ik denk, ik doe het even makkies aan. Ik ga even een beetje uitzieken. Dus de volgende vlog is aanstaande zondagochtend om 10 uur. Ik moet ook even een beetje aan mezelf denken. Ik ratel natuurlijk maar door met van alles nog wat. Dus ik druk nu even op de rem. Dat zegt volgens mij mijn lichaam ook. Dus, zondag aanstaande kan je gaan genieten van onder andere het vervolg van het camperavontuur en de bezoeken we verder Bernkastel. En gaan we richting Kochem. Een enorm toeristisch gebied. Ja, het is bizar. Een van de meest toeristische plaatsen van het Moezelgebied. Dus dat gaan wij bezoeken. Nou, like deze video nog eventjes als je hem leuk vond. Abonneer nog op het kanaal van de vloggende bestemming. Heel veel vaste trouwe kijkers hebben dat nog niet gedaan. Nou, doe dat eventjes. Het is niet zo heel veel moeite. Het is ook gratis. En je helpt mij er enorm mee. Dus ik ga nu nog een kopje thee zetten, denk ik. En wat vitamine C slikken. Je gaat het allemaal meebeleven. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. En dan gaat het allemaal beter. Hoi!